De regering Santokki-Brunswijk heeft besloten om vandaag, 31 januari 2023, sociaal behoeftigen te voorzien van SRD 1800. 40.000 tot 60.000 huishoudens zullen deze koopkrachtversterking krijgen van 1800 SRD per maand. Middels het uitvoeren van het programma wordt de overstap gemaakt van object naar subject subsidie. Minister Oerakit Ramseren van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO, geeft aan dat vanuit het ministerie reeds bestaande financiële voorzieningen, waaronder algemeen ouderdagvoorziening AOV, algemeen kinderbijslag AKB, financiële bijstand voor mensen met een beperking en financiële bijstand voor mensen voor zwakke huishoudens, welke het sociaal vangnet vormen. Deze voorzieningen zullen gecontinueerd blijven. Deze subsidie is verspreid over 7 goederen en diensten, te weten brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten. Dus dames en heren, het sociaal programma is niet alleen iets van SOSAVO, maar de hele regering. Dus het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Willen wij een vlot en succesvol verloop, dan zal elk departement haar ownership moeten nemen. Voor het uitvoeren van het sociaal programma zal er ook voor nu gebruik gemaakt worden van het Monikarta systeem met, of althans gezamenlijk onze partner Surinaamse Postbank. De personen die in aanmerking komen voor de koopkrachtversterking binnen het sociaal programma zijn de kwetsbare groepen die reeds in het bestaan zijn van SOSAVO, sociaal vangnet. Apart daarvan ook degenen die nog zich moeten registreren en wel kwalificeren als kwetsbaar. Parlementvoorzitter Marinus B. is ingenomen met de ondersteuning die de regering zal geven aan de sociaal zwakkeren. Echter geeft hij aan dat de overheid ervoor moet waken dat het bestand van SOSAVO niet blijft groeien in de komende jaren. Volgens hem is het van belang dat de regering met beleidsdocumenten komt die ervoor moeten zorgen dat de doelgroep zelfredzaam wordt. We moeten een moment bereiken met z'n allen waar we horen dat de behoefte nu niet 50.000 of 60.000 meer is, maar 30.000, 20.000. Minder mensen die behoeftig zijn. En daarvoor heb je ondersteunende projecten nodig. Ik noem in deze onderwijs. Ja. Mensen moeten daarin begeleid worden. Want geloof me, de eigen ik. Ik wil als mens niet afhankelijk zijn van de overheidssteun. Ja. U moet mij met uw beleid in een dusdanige positie brengen dat ik in staat ben om zelf mijn kinderen te verzorgen. Om een huis te kunnen bouwen. Dat is het beleid dat we in de toekomst moeten hebben. Vice-president Ronnie Brunswijk doet een beroep op het ministerie van SOSAVO om alles in kannen en kruiken te zetten, zodat zij die in aanmerking moeten komen zo snel als mogelijk kunnen beschikken over een Monikarta. Wij zullen daarnaast ook hard moeten werken aan het scheppen van mogelijkheden aan de thans financieel afhankelijke groepen of zelfstandig te kunnen werken aan het verbeteren van hun financieel-economische situatie. En als wij als regering maatregelen treffen waarbij mensen niet meer in staat zijn rond te komen met hun salaris, dan is het ook de taak van de regering om deze burgers uit de armoede te trekken en hen tegemoet te komen in hun levensonderhoud. President Chandrika Prasad Santokki geeft aan dat er ruim 1,2 miljard is geallockeerd om het project dit jaar uit te voeren. Volgens de president zijn er genoeg middelen om het sociaal programma uit te voeren. Als je tijd nodig en snelheid, die acceleratie moest gomorren snel. Want ik mijn bouwsubsidie af in de komende 2 maanden, januari, februari, minimum op gap in maart. En dat is de opdracht. Dat we nu al gaan starten, want als we afbouwen, moet die samenleving beschermd worden. Toch, en dan gaan we kijken wat die ondersteuning gaat als we op pura stroommoney en die alles per maand bijvoorbeeld, Karen, of bijvoorbeeld, nog een besluit, bijvoorbeeld, en die alles
bijvoorbeeld 800 SRD gasstroom, wamu, en if je bouwt een gasbom ook af, en je geeft iedereen 300 per maand aan een gasbom dat hem, en if je bouwt een watra ook af, en je geeft daar ook 300 naar die kwetsbare groepen, totaal kom je op ongeveer 1800. En dan geven we dat als subsidie terug aan die individuen.